Het COVID-19 virus heeft een zevende leven geëist in Suriname. Een man die op de intensive care afdeling van het Wanica ziekenhuis lag, is vanmorgen overleden. Tot nu toe hebben 5 mannen en 2 vrouwen het leven gelaten als gevolg van dit virus. Er zijn gisteren 25 mensen positief getest en dat is het grootste aantal voor 1 dag. Tot dit moment zijn er 261 personen positief getest, terwijl de teller van actieve cases staat op 182. 74 mensen zijn genezen verklaard. En in totaal zijn er 361 personen in quarantaine.